Welkom bij Creakevertje. Ik ben Petra en vandaag wil ik je wat vertellen over problemen met je printer. Vooral als je een printer hebt omgebouwd naar sublimatieprinter. Ja, eigenlijk kan het ook wel voor andere printers. Maar goed, ik heb een Epson ET... Hoe heet die? Oh ja, 1810. En die heb ik dus omgebouwd. Nou ja, omgebouwd. Ik heb daar sublimatie inkt in gedaan. Ik heb er weinig aan om hoeven bouwen. Ik heb gewoon vanaf fabriek heb ik er geen gewone inkt in gedaan, maar sublimatie inkt. Als je daar iets over wil zien, over het uitpakken en het eerste gebruik ervan, of in ieder geval het installeren van die printer, dan moet je eventjes naar die video kijken. Want daar heb ik een hele video over gemaakt. Maar wat nou als je er problemen mee hebt? Want dit is het plaatje wat je wil. En ja, dit moet dus een spiegelbeeld, want dat heb ik bedrukt. Dit is wat je wil hebben. Maar je krijgt dit. Zie je het probleem? Hieronder. Dat gaat niet goed. En dan denk je, nou, ik print nog een keer. Dan krijg je ineens dit. Dat is helemaal verschrikkelijk. Dan klopt iets niet met je kleuren. En hoe ga je dat dan oplossen? Heb je een Mac, want ik gebruik Mac, dan is dit een video waar je wat aan hebt. Misschien heb je het zelf al lang uitgevonden, heb je het gegoogeld of denk je, ja, weet ik al, dan is deze video niet voor jou. En dan heb ik een hele hoop andere leuke video's. Of als je nog een idee hebt voor een video, laat hem hieronder achter. Ik wil ook wel laten zien, maar ik weet niet of ik daar nog... Ja, ik heb ook nog een ander probleem. Het probleem kan ook zijn dat je inktkop, of hoe je het noemen wil, niet goed lekker lijkt uitgelijnd. En dan krijg je dit. Kunnen jullie het zien? Witte strepen. Je ziet precies zo waar de printer is geweest. En het sluit niet mooi aan. Dan heb je ook een probleem. Het ene heeft te maken met de uitlijning van de printer en het andere heeft te maken, wat ik als eerst liet zien, heeft te maken met de printkop die misschien ja, verstopt zit of zo. En of de inkt is op, maar dat denk ik niet, want dan had je het wel geweten, want dat kun je zien. Dus je wilt iets printen en je hebt het idee dat er iets niet klopt aan je printer en je zit hier maar te zoeken en te proberen, maar niks werkt. Dan is het de bedoeling dat je naar je systeemvoorkeuren gaat. En dan ga je naar je printers en scanners. Je gaat naar de juiste printer. En je gaat naar opties en toebehoren. Hierboven zie je algemeen opties, status toebehoren, onderhoud. Hier kun je een testpagina afdrukken. En de printkoppen reinigen. Maar dat is de korte route. En je weet eigenlijk nog niet zo goed wat er aan de hand is. Dus dan kun je het beste de printhulpprogramma's openen. Want je ziet online allemaal info en uitleg. En ja, je moet je printhulpprogramma en je moet dit en dat programmaatje downloaden. Maar je denkt, waar heb je het over? Dat heb ik niet, dat lukt niet. Ik heb die software niet. Ik heb het niet, maar je hebt het dus hier zitten in je Mac bij je, ja, in je systeemvoorkeuren. app. Oké. Hier zie je van alles. Ja, ik had er even geen papier in, dat klopt. Hier zie je een printkopcontrole van de spuitmondjes. Printkop reinigen, krachtige reiniging. Uitlijnen, papiergeleider reinigen en printer- en optieinformatie. Nou, en als je via deze weg het doet, bijvoorbeeld het probleem van de lijnen op je papier, wat ik als tweede liet zien. Die lijnen zitten niet goed, dan ga je naar printkop uitlijnen. En daar wordt ook eerst verteld wat er dan gebeurt en wat er aan de hand zou kunnen zijn. Dus hier zie je van, oh ja, ik heb inderdaad horizontale strepen en vage afdrukken. Dat klopt. Dus dan kun je naar volgende. Er wordt een vel met verticale uitlijningspatronen afgedrukt. En dan zorg je ervoor dat de printer aanstaat en aangesloten is. En dat er een papiertje in zit. En dan druk je op afdrukken. Dan krijg je dus zo'n vel. En hier staat ook precies wat je moet doen. Controleer het blad. Zoek het vierkantje zonder zichtbare streepvorming in het set 1 tot en met 7. En het nummer wat het beste overeenkomt per vierkantje. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, rij 1, welke is het mooist? Ook als er, staat erbij als een toch een klein beetje streepvorming is, selecteer dan die met de smalste strepen. Dus het beste vierkantje kies je steeds uit per rij. Het is heel duidelijk, nummertje 1, daar kies je welke het beste past. Voor rij 2 kies je welke het beste past. En zo ga je verder. Nou, super duidelijk. En als je dat hebt gedaan, ik zal het even bekijken. Voor mij is rij 1 niet perfect, maar inderdaad nummertje 3. En bij rij 2, daar twijfel ik. Ja, toch wel 4. Bij nummertje 3, dan kies ik toch voor nummertje 3. Zo. En bij rij 4 kies ik voor... Oei, 5 is ook wel mooi. Kies ik eventjes voor 5. Bij 5 kies ik ook voor 5. Duidelijk. En bij 6 kies ik voor 3. En bij 7 kies ik voor 3. Dat zijn bij mij de mooiste. En dan ga ik naar volgende. Er wordt een vel met zwarte. Hè? Ja. Nou moet ik dus weer even een vel erin doen. Nou heb ik dit mooie blad met lijnen. En nu moet ik kijken welke niet kloppen, niet uit elkaar staan of elkaar niet overlappen. Selecteer het nummer uit de lijst hieronder. En dan op voltooien. En als alle rechthoeken uit elkaar staan of elkaar overlappen, dan de beste selecteren. Dus de computer stelt voor nummertje 4. Maar ik vind eigenlijk... Nou, ik zou eigenlijk zelfs zeggen nummertje 7 is het best. Dus ik ga voor nummer 7. En nou heb ik dus de printer opnieuw uitgelijnd. En zul je zien dat je printjes er veel beter uitkomen als je dit doet. En hetzelfde gaat dus over die printkopcontrole. Dan gaat hij dus eerst een printje maken. Nou, je ziet hier al wat voor moois ik heb gekregen. En ik moet kijken naar het voorbeeld en naar wat ik hier heb. Als het patroon niet naar behoren wordt afgedrukt, dus die meer op de onderste lijkt, met haperingen of misschien mist er zelfs wel een hele kleur bij je, ja, dan druk je op reinigen. En als je zegt van nou, dan het is prima zo, dan druk je gewoon op voltooien, dus dan is het goed. En dan ben je eigenlijk helemaal klaar met je printer weer in orde maken. En hoe dit komt, dat dat ineens zo gebeurt, ja, ik heb geen flauw idee. Ik had het gewoon ineens voordat ik iets wilde gaan maken. Of soms halverwege dat ik bezig ben, dat het niet klopt. Mocht je nu ook werken met bepaalde software van waaruit je afdrukt, zoals bijvoorbeeld Silhouette Studio. Daar had ik ook een keer dat mijn plaatjes zo gek versprongen, alsof mijn printer scheef ging printen of zo. Toen lag het dus niet aan mijn printer, maar aan de software van het programma en had die een update nodig. Dus hou dat ook in de gaten, dat je alles op tijd update en als het misgaat, dat het misschien daaraan ligt. Dus ik hoop dat je iets aan deze video had. Doe even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan of laat hieronder een reactie achter. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei!